Hoewel we steeds meer vrouwen zien op de Antonicom Universiteit van Suriname, worden de besluiten in het land nog altijd door mannen genomen. Er is nog steeds een mannenwereld. Woorden van politica Jutta Sukaran Singh vandaag tijdens de discussie Vrouwen en Politiek in het HVB-centrum. Ze benadrukt dat de hoogste posities in het land nog altijd in handen zijn van mannen. En de besluiten worden nog steeds door mannen genomen. Ja, merendeels. Ja, en als de vrouwen ergens zeggenschap hebben, dan is het natuurlijk nog niet zoveel van waarde. Maar de meeste en de meest belangrijke besluiten, laten we een voorbeeld nemen, de oorlogen die nu worden gevoerd. Je ziet nauwelijks een vrouw opschuiven. Terwijl er humanitaire issues zijn waarbij vrouwen op hun beide poten of hun beide benen zouden moeten gaan staan en zeggen van nee, dit kan niet. Er gaan kinderen dagelijks dood. Er worden vrouwen weduwe. Er zijn zoveel maatschappelijke issues die erbij komen. En daar mis ik. Ik mis de vertegenwoordiging van vrouwen. Sukaran Singh zei verder dat het politiek speelveld nog steeds een mannenwereld is. Ze denkt dat dit de situatie blijft omdat vrouwen zich snel van het veld laten slaan. Ze denken van mij, god man, in Suriname hebben we gezien hoe politica, bepaalde politica zich hebben teruggetrokken. Enkel en alleen omdat er bepaalde dingen verschenen in de pers, omdat mensen op social media heel wild begonnen te doen. Ja, over een vrouw die zei, vrouw, dat je vrouw krijgt heel gauw een stempel. Zullen we het met me eens zijn? Ja, ik moet even naast meneer Riemann Sapoen zitten en ik heb een relatie met meneer Riemann Sapoen. Zo makkelijk gaat dat. Bepaalde culturen is het nog veel erger. Er worden zoveel verhalen de wereld ingegooid. Je verdient het helemaal niet. We moeten nog, daar hebben we nog een groei voor nodig. Wij moeten eruit groeien. Sukaran Singh meent dat topfuncties zoals een presidentschap en ministerschap vaak voor vrouwen buiten bereik blijven. Indien ze de vrouwen wel zo'n topfunctie krijgt binnen een regering, dan is het om gendergelijkheid te garanderen.